op dit moment is het 27 augustus al. 3:00 PM, 3:10. Wij zijn net aangekomen op Schiphol Airport. En we gaan eindelijk waarmaken wat we gezegd hebben. Santorini. Oh, je neemt wat gezegd? Ja, naar Rome. Toen zijn we in het volgende zeventje in Santorini. Ja, dat is in Valencia nu. Ja, ze kan wel tussen. Nou, we zitten nu net, staan nu net bij P3 Lang parkeren. En we gaan nu naar de, hoe noem je dat busje? Ja. Dat transferbusje. Heen en weer rijbusje. Die gaat ons naar het airport brengen. En dan vliegen we om 17:45. Dus het airport. We zijn inmiddels ingecheckt en door de douane geweest. We hebben wat eten gehaald. En allebei een boek gekocht. Jongen, ja. Laat hem even zien. Dit wilde ik al heel lang. De ene kunst van not giving a fuck. Ja. En ik heb, ik hou niet zo heel erg van lezen, maar toch ook wel. Maar niet te veel tekst. Dus ik heb dat nieuwe boek van Monica gekocht. Lekker plaatjes kijken en een beetje lezen. Ik ben dan lekker sappie. En als we er doorheen zijn, dan kunnen we wisselen. Het is niet te nassen. Nee, het stapje is een beetje vies. Schember. Niet lekker. En om 4:45 gaan we boarden. Ja. Leuk! Ik heb er echt zin in. En vandaag gaan we aan het zwembad liggen. En, verbranden. Oh, en ik had nog trouwens helemaal gedoe bij de douane, want ik moest helemaal gecontroleerd worden. Mijn moes en mijn aftersun waren hele gevaarlijke producten blijkbaar. Ik moest helemaal door de scans. Ja, ik ben helemaal gecheckt. En mijn ID-kaart hebben ze ook nog 5-6 minuten zitten kijken of die niet goed was. Dat hij bijna verlopen is, maar het was allemaal prima. Dus nou ja. Ik ben gesloopt, maar we zijn er aangekomen in het hotel. Ik zal het zo even laten zien aan jullie, maar ik ben zo moe. Echt, misschien een half uurtje, 3 kwartier heb ik geslapen denk ik in het vliegtuig, maar verder eigenlijk niet. Maar we gaan nu denk ik gewoon even omkleden en bij het zwembad hangen en eten, want ik heb zo honger. Oh, kun je daar natuurlijk eten? Oh. Ja, en lekker iets zomers aan, mijn bikini. Ja! Oh, het is echt zo'n leuk kamertje. Het is echt schattig. Heel leuk. Ja. Ik heb trouwens ook nog op het vliegveld. We kwamen eraan. En ik had dus blijkbaar een T op mijn PLF-formulier. Wat je moet invullen om naar Griekenland te gaan. Dus ik werd eruit gekozen om te testen. Dus ik mocht gelijk een testje doen. Maar hij was negatief. Logisch. Maar dus ja, geweldig. Oh, leuk. Handig. En nu gaan we even omkleden. Laat ik zo de kamer zien. Ik ga nu even wat drinken halen bij de bar. Maar gewoon... Heel de omgeving is gewoon helemaal geweldig. Bij een privé zwembadje, omdat het andere zwembad waar de anderen mogen, die is eigenlijk vol. Oeh, moet wel iets meer doen. Ben je nu al verbrand? Ja, kijk, het is echt wel rond. We hebben echt letterlijk misschien 10 minuten in de zon gelegen hebben. Ja, maar het is factor... UV8. Nou kijk, hier is het zwembad. Hierachter. En we gaan nu dan bij die poolbar gaan wat drinken halen en dan... Weer lekker liggen. Ik weet niet meer wat ik als laatste had gefilmd. Maar wij liggen nu lekker al de hele middag bij het zwembad. We hebben wat gegeten. Een club sandwich was echt geweldig. Lekker met patatjes erbij. IJsje gratis gekregen. Was zo, ze zijn zo attent en heel erg gastvrij. En super aardig en lief hier. En we liggen nu lekker bij het zwembad. Al de hele middag. We hebben nu een privé zwembad. Dus het is echt top. En we gaan straks even naar de supermarkt. En dan op ons gemakje even douchen, aankleden. En dan vanavond naar een dorpje. Het is, hoe laat is het? 8:00 of zo hier. En wij hebben net gegeten bij een tentje dat uitkeek over
mijn achtergrond. Het was niet bijzonder, maar het uitzicht was wel leuk. Dus we hebben hier even leuke foto's gemaakt en helemaal gekeken. Het is zo mooi. Ik ga het even laten zien. We zijn helemaal met de bus hier naartoe gekomen. Was wel te doen. Maar... lekker allemaal van die trappetjes voor je slippertjes. Geweldig. Goedemorgen. We zijn wakker. We hebben veel te lang geslapen en we zijn nog steeds moe. Maar we gaan zo lekker ontbijten, want we hebben gewoon heel erg trek. Lekker ontbijten bij het zwembad. Zo, we hebben lekker gegeten. En nu gaan we naar de kamer omkleden. En een bikinietje aandoen. En dan stokjes gaan we... gaan we de auto huren naar stadjes. Nou, ik ga later wel laten zien waarheen, want ik weet het nog niet precies. Maar nu even bij het strand, bij het zwembad. Nou, hallo allemaal. Wij zijn net geparkeerd. We hebben vandaag een auto voor... Had je dat al verteld? Ja, maar niet. Oh. Maar we zijn nu in Imerovigli. Nog wat. Heel leuk stadje. Gaan we nu doorheen lopen. Ik denk ook lekker lunchen. En we hebben allebei gereden, maar... Ja, de auto rijdt niet zo geweldig. Okay, we zijn nu aangekomen bij het uitkijkpunt in Imerovigli, zo. Nou, echt super mooi. Je kan ook echt heel ver kijken. Echt, echt mooi. Zo, onderweg na de lunch. We hebben net geluncht. Ik weet niet of dat heeft gefilmd. Maar we zijn nu onderweg naar een uitzichtpunt. Je ziet het al daar achter me. Daar gaan we nu heen. Maar zieke workout hier, die trappetjes, jongens. Je moet allemaal van die kleine kuttrapjes naar beneden lopen. Nou, van die vervelende trapjes naar beneden lopen. Voordat je ergens bent. Maar het is wel de moeite waard. Het is echt heel erg mooi. En je loopt lekker in het zonnetje. We hebben wat te drinken gehaald. Smoothietje. Dus het is enig. Maar ik ga eventjes het uitzicht voor jullie filmen. Oké, we zijn al een aantal mensen tegengekomen die good luck zeggen. En zeggen we hadden dat je om 5 uur moet gaan. Omdat het dus, ze zegt you're going to melt. Dus want we gaan helemaal naar boven. We zijn nu hier. We zijn een heel stuk naar beneden gelopen. Maar het zijn echt van die, nou ja, iedereen kent die koopgoottrapjes wel. Nou, daar lopen we nu dus ook op voor mijn gevoel. Het zijn niet echt van die lekkere doorstaptrapjes. Nee, je moet er echt moeite voor doen. Ja, maar ja, hè? Ja, die trap. Die koopgoottrap, ja. Die bedoel ik. Van die pokkentrappies. Maar ja, hè? Heel end. We zijn helemaal naar boven aan het klauteren. Zover het nog makkelijk en veilig is. Hoe warm heb je het? Schaal van 1 tot 10? Ja, ik ook. Misschien wel een 11. Jeetje, Mina. Volop aan het zweten. Maar dit is heerlijk. Hier heb je een beetje een windje. Dit is top. Heet en warm. Maar ook mooi. Kijk, we zitten hier gewoon lekker bij te komen. Tegen een kerk aan. Ik ga het even laten zien. Jullie zien de witte rand. Kijk, dit is toch enig. Dat is heel mooi. Maar zo warm. Helemaal bijkomen. We zijn bezweet. Oh, ik ben nog steeds nat. Gadver. We zijn thuis. In het hotel bedoel ik. Nou, die trappen, dat was echt killing. Toen was ik helemaal gewoon alsof ik in het zwembadje had gesprongen. Ja. Het was heel pittig, het was echt zwaar. Maar we hebben het wel gedaan, we hebben gelijk een workout gehad. Gelijk... Nou, zo, ik zeg dat wel. Ja, het was echt pittig. Maar we zijn nu terug weer gereden, zoals jullie kunnen zien. Ik ben hier voor mij weer verfikt, verdikken me.
Stuur zo meteen even gaan douchen. Ja, het doet nou wel zeer. En nou, dus weinig. Ja, maar dat klopt nooit, 5000 stappen. Dat kan niet. Hij hangt toch ook bij hoeveel trappen je hebt gedaan? Nou, laat maar eens zien dan. We denken dat we een bunder aan het begaan zijn, want volgens mij zijn we naar precies dezelfde plek gereden waar we gisteren met de bus zijn geweest. Omdat we gisteren ook precies op zo'n pleintje hier binnenkwamen, dit pleintje. Maar ik weet het niet zeker. Ja, het is wel hetzelfde, hè? Maar het valt voor mij, het voelt heel anders. Omdat we gisteren misschien in het avond waren of zo. Maar ik herkende die naamkettingvrouwtje al, die stond daar. En die restaurantjes die allemaal op elkaar leken. En toen dacht ik, hè? Nou, we zijn dus gewoon naar hetzelfde plekje gereden waar we gisteren al zijn geweest. Wil je wat vertellen? Het zit wel lekker. Wat heb je besteld? Oeh, hij is heel helder, hè? Kijk, je kan ook met een... Oké, het enigt. Die lucht verkleurt helemaal waar je bij zit. Dit is mooi, zeg. Dit ook hoor, trouwens. I have dinner with a view. Er is wel cola op. Wat heb je besteld? Fennel with chicken. Fennel with chicken. Chicken of chicken? Jij? Ik heb een hamburger. We gaan even een vlog tekenen. Oh, ik heb zonnebrand in mijn ogen. Dat is wel lekker dichtbij dit. Nou, andere kant van de view. Ik heb rode ogen. Ik heb een hamburger met zonder cheddar, want ik hou niet van kaas. En een cola. Even smakelijk. Lekker souvenir shoppen. Julia die zit nou vast aan de vrouw. En ze moet nu mee. Ik heb toch ook maar een, om even het verloopje te vertellen van net. Ik heb toch ook maar 2 leuke koelkastmagneten gekocht voor de fam. Want dan, je moest een tientje hebben om te kunnen pinnen. Om te kunnen betalen met de kaart, bedoel ik. Ja, ze had een 9 voor 9 euro aan... Kunnen we hier niet? Hier naar rechts? Ja. Dat kan, kunnen we doen. Ze had voor 9 euro had ze aan magneten. Dus ik heb er 2 gekocht. Zal de fam blij mee zijn. En nu gaan we, ja... een weg in en hopen dat we bij de auto komen. Ik zie alleen rechts en Pip Noord. Dan rij je goed, hè? Weet ik niet eigenlijk. Denk het. En het licht. En het regent zonnestralen. Catch them all. Vooral blijven leren. Ik blijf lekker leren, ja. Het drupt wel stevig door. Ik kreeg ons al heel prima. Ik kijk. Goedemorgen. Je meiden zijn wakker. We gaan lekker ontbijten. Ik kan het eigenlijk niet filmen. Oh, het is heel druk hier. Ik kan het niet filmen, want ik moet... Ja, met allemaal dingen vaststaan. Lekker bij het zwembad. Het is nu 11:15. Lekker een beetje bakken, een beetje chillen, een beetje lezen. Wij gaan om 2:30 worden we opgehaald door de bus. En dan gaan we naar de boot. En dan gaan we met de boottocht gaan we mee. Er is een barbecue bij, drankjes bij. En... dan gaan we daar tot zonsondergang is het met die boottocht. We hebben echt super veel zin in. En voor nu gewoon lekker een beetje hier chillen. En ja, dat. Sjoetje gaat lekker zwemmen. Kijk die meid eens gaan. Het is elke keer wel koud om te gaan. Ja, het is pittig, hè? We zitten bij het restaurant. We hebben net weer gegeten bij onze favoriete medewerker van het hotel. Oh, daar komt hij, daar komt hij. We hebben alweer voor de 2e keer een gratis ijsje gekregen.
Oké, we zijn staan te wachten. We zijn nu bij dat haventje waar we met de boot gaan vertrekken. We zijn nu aan het wachten tot we opgehaald worden. Maar het is echt gewoon, het water is helemaal blauw. Helemaal enig. Oké, nou, ik ruik nog steeds helemaal naar kots. Oké, daarin hebben we dat al in de vlog gezegd. Dat je het kots hebt? Ja? Weet ik niet. Maar in ieder geval, we gingen dus een boottochtje doen. Ik ging helemaal slecht. Ik ben 9 keer over mijn nek gegaan in totaal. Dus dat was echt top. Ja, het was echt geniet. Je had het eigenlijk moeten filmen. Nee, doe normaal. Daar ga je toch niet aan zitten denken? Nee, voor in de vlog. Alles voor de view. Alles voor de vlog. Ik kocht dat om te filmen. Oh nee, het was echt heel vies. En heel veel. Dus uiteindelijk zijn we afgezet bij een strandje. We moesten naartoe zwemmen. Dus hebben we opgehaald. Het was echt heel fijn dat ze dat geregeld hebben. Daarna probeerde die ons €210 af te troggelen. Maar dat is niet gelukt. Volgens mij zag hij echt dat ik vuur keek of zo. Ja. Ja, jij. No. Nee, ik dacht. 110, 110. Not two, 110. Nou, en toen dacht ik eigenlijk nog, het was 105 hoor. Ja, maar, dat zag ik later. Dacht, dat durf ik niet meer te zeggen. Toen dacht ik, het is 105. Maar nee, het was echt. Nou, het was zo kut. Ik had zo opgehoopt dat het leuk zou zijn. Ik heb ook geen één keer nagedacht over dat ik misselijk zou kunnen worden. Ook want ik dacht, ik heb gewoon een pilletje ingenomen. Hoppa gaan. Maar ja, had je er van tevoren over gedacht? Toen ik daar eenmaal zat, dacht ik van, oh, volgens mij ga ik hier heel misselijk worden. Maar ja, toen kom jij, ik ben misselijk. Zo, ja. 5 minuten later. Ja, het was echt wel geluk. Ik had geen Oh, Julia is wel heel erg verbrand op de boot. Ja, ook alleen deze arm. Ja. Die andere arm zat op mijn rug. Die zat in de schaduw. Een beetje bruin. Ja. Ben je in Nederland gebleven of zo? Ja, ik ben erin geweest hoor. Ik had zo'n blok op. Maar wij gaan nog even een duikje nemen in het zwembad. Want die is nog wel geteld een uurtje open. Anne past er even in de rand van het zwembad. Dat hoort ook even erop. Maar ik krijg al iets meer kleur. Kleur? Toch? Of ben ik nog wel steeds wit? Nee, ik was witter hè? Maar ja, we gaan nog even een pontje nemen. En dan gaan we het douche aankleden en dan gaan we bij het strand wat eten. We zijn nog niet bij het strand geweest, daar heb ik eigenlijk wel zin in. Even liggen, ja, want ik zie niet wat ik heb besteld. Oh ja, ik heb dit. Nou. Wat is dat? Kip. Ik weet niet wat dit is. Kip. Lekker eten. Hebben jullie de flits af? Geniet ervan, hè? Ja, dank je. Heel lekker. Jullie hebben een hamburger zonder broodje. Nou. Hey, mooi hier. Eet ze. Nou, wij hebben toch zoiets leuks te vertellen. Ik ben vanmiddag heel de middag aan het kotsen geweest na een geweldige boottrip. Maar Hieltje, die is heel de nacht aan de gang geweest. Want die heeft waarschijnlijk een burgertje gegeten. Is daar compleet van over de gier gegaan. En is daar heel de nacht mee zoet geweest van de boven- en onderuitgang. Dus wij hebben echt een topdag gehad gisteren. Ik weet niet waar we het aan verdiend hebben, maar het was geweldig. En zometeen moet ik gaan testen. We gaan nu even wegvragen voor de test. Nou, dat is wel duidelijk. Nou moeten we naar het ontbijt. Oh, jongens. Die meiden staan te wachten bij de bushalte. Lekker testen. Yay! Yes. En dan maar hopen dat het negatief is. Want als dit positief is, dan zijn we echt... Fukt. Ja. Dag of niet echt goed. Maar... Hoe voel jij je op dit moment? Nou... Op schaal van 1 tot 10. 5. Ja? Ja, ik denk 6. Zesje. Maar nou, het testen is gelukt. We zitten nu weer bij de bushalte terug te wachten op de bus. Ik weet niet hoe laat die komt, maar ach. Zag je dat lachen? Nu gaan we weer terug naar het hotel en dan gaan we lekker bij het zwembad liggen. Nee, we gaan eerst naar het winkeltje. 2 grote flessen water kopen. We moeten goed drinken vandaag, want we hebben gisteren veel inhoud eruit gekotst. En hopen dat de test negatief is. Anders zijn we helemaal... Ja, we hebben een probleempje. Maar ja, nu lekker een chill dagje. Lekker niksen. Dat is al een groot deel van de dag verstreken.
geen idee hoe laat het is, 2 uur of zo misschien. We liggen gewoon nog steeds bij het zwembad lekker. Een beetje zwemmen, een beetje zonnen, een beetje zwemmen, een beetje zonnen. Genieten. Het eten gaat nog steeds niet echt geweldig. We hebben nog niet geluncht. Maar we eten wel gewoon chipjes en zo. En we hebben allebei veel drinken. Dus dat is wel goed. Ah, het is warm, jongens. Is het, hoe laat is het? 9:30. We zijn bij een tentje beland. Geen idee hoe het heet. Maar we hopen dus dat we hier iets gaan eten. We zitten eigenlijk het tentje naast het tentje waar we gisteren... Oh nee. Oh ja, we zitten het tentje naast het tentje waar we gisteren slecht zijn. Jan. Tenminste, Jules. Maar we gaan hier een lekker pannenkoekje eten. Jul met fruit en ik met ijs en lekker chocola, lekker vet. Doe je normaal gesproken niet echt om 9:30 s'avonds? Nee, maar ja. Hè? Ja. En ik heb een mocktail besteld, want een cocktail durfde ik nog niet aan. En morgenochtend, oh daar hebben we net een dingetje over gekregen. Morgenochtend om 8:50 worden we opgehaald door de transferbusje. Dus dan kunnen we nog eten bij het hotel en dan kunnen we de bus pakken naar het vliegveld. Dan is het zo snel voorbij gegaan. Ik wil nog niet naar haar. Niet normaal. Nee, ik heb helemaal geen zin in. Ik ben vandaag verbrand. Dus dat had ik helemaal goed kunnen oppakken nog deze week. Voor een echt goed kleurtje. Maar ik ben ook wel gekleurd. Ik heb het wel echt heel erg naar mijn zin gehad. Echt leuk gehad. Dat is het leukste steden. Ja. Ik vind het niet echt een stedentrip. Nee, ik vind het wel een mini vakantie. Ja, vind ik echt. Ik ook. Dan ben ik goed. Wij zijn onderweg naar het vliegveld. We hebben er allebei geen zin in. Nee. Ik vind het zeer jammer. Het is veel te kort eigenlijk. Was het dat we zijn geweest? Nou, dat was te verwachten. Dat wist ik van tevoren. Maar ja. Even een beetje het zonnetje. Oh, verdik hem. Zo. Ah, dat is beter. Ja, we vinden het allebei niet leuk. Nee. Maar ja, hè? We zijn nu onderweg opgehaald. Oh, het gaat goed hier. Opgehaald door het busje. En dan gaan we nu naar het vliegveld. Ja. We staan aan boord. We zijn ingecheckt en wel op weg naar het vliegveld. Woehoe. Nou, ik ben wel heel blij, maar eigenlijk ben ik helemaal niet blij. Let's go home, let's go home.
Hoppakee, je meiden zijn weer thuis. Goede vlucht gehad. Helemaal gelijk, nou ja, niet blij dat we weer in Nederland zijn. Ja, het is hier geen lekker weer. Het is hier koud. Het zonnetje schijnt niet. Nee, het is hier niet geweldig. Maar ja, dit was het einde van onze vakantie. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb echt geen idee wat ik allemaal gefilmd heb en hoe lang. Maar daar gaan we achter komen. Doei! Zeg eens doei!